Goedemorgen, het is weer dinsdag. We gaan vandaag weer vrolijk trainen. We gaan vrolijk trainen en wat heb ik als ontbijt? Het is deze twee. En iets van Campina en iets van, nou ja, als een divan hier loopt even door het beeld. En ja, wat het andere is, het is nieuw ook van Campina. En het is ook een soort kwark, dus ook een beetje smaakie. Dus, en ik wens u, ik ga verder. Ik ga zo naar trainen en het zonnetje schijnt, het is hartstikke mooi weer, dus, maar ja, als je net komt, dus, dan ben ik het van afhankelijk van dat ik tot 3 uur vast zit hier. Maar ja, geef niet. Ik heb ook nog wat andere dingen te doen, dus. Oké. Goedemiddag, ik ben weer terug van trainen. Het is stralend weer, maar ik kan niet weg, want je net komt zo meteen. Wat heb ik als ontbijt? Ik heb nu weer mijn biceps en mijn dinges gedaan, mijn borst. En ik heb mijn gewoon een rondje gedaan, dus 30 minuten op de hamsterband, 30 minuten op de fiets waar je niet vooruit komt en 10 minuten roeien. En voor de rest buikspieroefeningen. En mijn biceps en mijn borst en mijn buikspiertjes. Dus, ik denk dat ik volgende week ga beginnen met met gewichten en krachten. Wat heb ik als lunch? Ik heb als lunch heb ik een tomaat. Een tomaat met Italiaanse kaas en 3 eiermuffins. U telt er 4, maar ik heb er eentje voor Jeanette gemaakt. Dus, dat was het. Nou, als Jeanette weg is, dan ga ik misschien nog even fietsen. Maar ik moet vanmiddag ook een heleboel telefoontjes plegen, want er klopt weer iets niet. Dus, ik wens u een hele prettige middag. Middag. Ja. Een goede avond. We zijn weer aangeland bij wat eten we vanavond? Nou, ik eet vanavond Thaise kip met aubergine en noedels. Thaise noedels. Thaise kipnoedels met aubergine. Maar er zit ook spersieboon in. Wat hebben we? Wat hebben we nodig? Spersiebonen. Ik heb ze al door de midden gesneden. We hebben kipfilet nodig. Ik gebruik de Zero noedels. Maar u kan ook gewone noedels gebruiken. Of mie. En soy ginger. Dat gebruik ik vanavond. En daar ga ik een schotel mee maken. Dus. Ik hoop dat nou mijn hele gezicht erop staat. Want elke keer als ik in de keuken sta, dan heb ik een half gezichtje geloof ik. Dus. Ik hoop dat het nou echt goed erop staat. Goedenavond, we zitten weer aan tafel. En ja, wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb alleen getraind.
En dat heb ik vanmiddag al uitgelegd. Of tenminste, heb ik het vorige filmpje al uitgelegd. Ik ben niet wezen fietsen. Ik heb wat eet ik vanavond? Nou, thuis kipnoedels met amazine. Er zit ook nog spersieboon in. Ik had ook geen zin om naar de winkel te gaan. Dus ik heb alles uit de ijskast gehaald. Wat ik er nog in laat liggen. Dus dit is het geworden. Kip zit erin, er zitten noedels in, noedels van de Action, die Zero dingen. Spersiebonen zoals ik al zei, ui, knoflook, ik doe overal knoflook in. En noedels, nou ja, dat is heel simpel. Ik had ook niet veel zin om vandaag te doen, ik had gezeur met die bank. Ik word er gek van. Door dat pasje ben ik nu, moet ik nu iets betalen dat ja, veel hoger ligt dan ik mijn kosten dingen heb. Maar ja, maakt niet uit. Wat ga ik vanavond doen? Ik ga vanavond niet naar de paal kijken. En dat vervelende andere programma, De Wereld Draait Door. Ik heb gisteren al gezegd wat ik ervan vind. En dan heb je nog een aantal mensen zoals Kok Kranenburg. Nou, ik heb die man nog nooit een aardappel zien koken. Dus ik zal ook niet bij hem in de zaak gaan. Ja, ik kijk er gewoon niet naar. Een heleboel mensen wel. En die vinden het leuk. Maar ja, dat zijn misschien van die springkranen. Gisteren ook. Ambtenaar aan het feestje, en ik zei ja, dat zijn PvdA'ers. Als er gratis te vreten is en te eten, of gratis te vreten en te drinken is, dan zijn ze als de kippen erbij. Het is net zo'n orde. Dus. Nee, ik heb echt een hekel gekregen aan de PvdA. En, ik zal niet nalaten om ze te beschimpen. Dus. Ja, ik wens u een prettige avond. Dit was het.